Als ik, ongetwijfeld voorzitter, dat pas van mevrouw De Knop een condoom gekregen. Nu, het overkomt mij zelden dat ik van dames een condoom krijg aangeboden, maar ik heb, vooraleer tot de verkeerde conclusies te komen, ik heb vernomen dat vandaag Wereld AIDS-dag is. En ik heb het discours van de betrokkenen en ook van de minister gehoord. En daar hoor ik pleiten voor meer preventie, voor voorbehoedsmiddelen via allerlei doelgroepen, horeca, holibieverenigingen en dergelijke meer. Maar ik meen toch ook te hebben begrepen dat 80% van alle HIV-besmettingen op dit moment mannen zijn. Dat 8 op 10 van die besmette mannen uiteindelijk homoseksuelen zijn. Nu, voor mij allemaal niet gelaten, maar ik denk dat de beste preventie er niet in bestaat om condooms uit te delen, maar dat de beste preventie, en dat zou zeker moeten gelden voor een christendemocratische minister die bevoegd is, er uiteindelijk in bestaat om te pleiten voor duurzame en heteroseksuele relaties. En ik weet dat dat politiek niet correct is om dat te zeggen, maar ik doe het toch, goed, omdat ik meen dat we het licht van de zon ter zake niet mogen ontkennen. En misschien zou men maar eens moeten inzetten in al die preventiecampagnes op het aanduiden van de werkelijke problemen en het aanduiden ook van de echte alternatieven ter zake. En dat is niet alleen maar condoomgebruik en het verspreiden van condooms, maar ook durven pleiten inderdaad voor het herstellen van het huwelijk als instituut, voor het durven pleiten voor duurzame relaties tussen man en vrouw. Minister Van Deurzen.